Hoi allemaal. Hoi. We gaan vandaag weer een wandeling maken. En vandaag zijn we in Aalten. Dat is een plaatsje dicht bij de grens van Duitsland. En vandaag gaan we 15 kilometer lopen. En we komen ook langs een stadje genaamd Bredevoort, wat een boekenstad is. En ja, we hebben er best wel zin in. Het schijnt een klein Zwitserland te zijn met een glooiend heuvellandschap. Dus we zijn heel erg benieuwd. Omgelopen omdat we op de GPS-kaart een mooi plasje zagen, water. En wat een oorverdovend geluid kwamen we daar tegen, toch? Ja, we hoorden in één keer allemaal kikkers. Het zaten in de oever, we hebben ze helaas niet kunnen zien. Nee, want ze waren een beetje te ver, maar wat we wel hebben gezien zijn babymeerkoetjes en babygansjes. Ja, dat is echt een heel mooi stukje om. En nu gaan we weer terug naar de oorspronkelijke route, een stukje over asfalt. Kilometer. Dan komen we aan bij Bredevoort. Dat is tot nu toe best een leuke route. Wel wat anders dan we normaal lopen. We lopen vandaag iets meer op asfalt. Maar het is eigenlijk geen vervelend stuk om te lopen, omdat je wel echt hele leuke gebieden tegenkomt. Allemaal weilanden, idyllische huisjes. Het doet ons een beetje denken aan een vakantieland. Bijna zoals Frankrijk of zo, of Zwitserland, waar je zo door die glooiende heuvellandschappen loopt. Wat heel bijzonder is voor Nederland. Dat je hier eigenlijk bijna geen bergen of iets hebt. Maar nu even lekker een broodje. Ja. Oh, hij wil bij me blijven. Kom hier, scheetje. Ja.
je. Weet je nog hoe we moeten lopen, Deen? Je ziet wel aan dit stuk waar we nu lopen dat er niet heel vaak op gelopen wordt. We lopen door hoog gras de hele tijd. We moesten net ook door twee prikkeldraad hekjes moesten we met de hand open doen. Daardoor kwamen we eigenlijk op dit best wel mooie deel. De hele tijd loop je langs een klein slootje. Door de weilanden heen. Vlak bij Bredevoort. Nou, wij zijn net in Bredevoort geweest. Het is een heel mooi oud vestingstadje vanuit de 12e eeuw. En wat je ook ziet zijn veel ateliers en boekenwinkels. Want het staat ook bekend als een nationale boekenstad. Overal waar je rondloopt kom je kraampjes tegen met allemaal boeken die ze verkopen. Er zijn geen kassa's. Het heet de zogenaamde honesty kramen. En wat betekent dat als je een boek wil halen, dan moet je het geld in een brievenbus doen. Je kan het dus niet daar betalen. Nou, we zijn alweer aan het einde van de route. Wat vonden we ervan? Heel leuk! Ik ook. Heel veel verschillende landschappen. Het laatste stuk ga je eigenlijk door het centrum van Aalten. Er was wel heel veel asfalt, vond ik.
Ja, het begin was vooral asfalt. Daarna werd het wel wat minder asfalt. Beetje half verhard, half niet verhard. Precies. Maar het asfalt vond ik niet vervelend, want het was wel een hele mooie landschappen. Ja, en mocht je nou afvragen welke route we hebben gelopen, we zullen in de beschrijving wel even een link zetten waar je alle info kan vinden. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Doei! Doei!